Niet schrikken, niks aan de hand. Dit is een van de lessen die de leerlingen tijdens hun inzamelingsactie krijgen. Ze hebben ze zelf uitgekozen en dit is de les: hoe maak je nepwonden voor in films en zo. Ja, ik ben gevallen. Ik ben van de fiets gevallen. Allemaal nep dus. Maar hun programma voor de rest van de dag is wel serieus hoor. We proberen om 24 uur wakker te blijven en lessen te volgen. Het voetbaltoernooi krijgen we nog. En we gaan nog een film kijken. En er komt nog een meneer vertellen over hoe het op de IC gaat tijdens corona. We gaan sterren kijken. We gaan ook nog een gymles. Ochtend power yoga. Een bomvol programma dus. Aan de actie van deze derde klassers doen ook brugklassers Bram, Floor en Feline mee. Het is heel gek, want ik heb nog nooit in mijn 12 jaar van leven heb ik nog nooit op school meegemaakt dat ik overnacht kan blijven. En dat ik dan ook natuurlijk wakker moet blijven en dat het voor een goed doel is. Ik vind het mooi dat ze het voor een goed doel doen. En er komen allemaal leuke dingen, leuke workshops. En 24 uur lang opblijven is altijd leuk. Ik denk zeker weten dat ik het vol kan houden. Ik zie toch al een beetje walletjes onder je ogen hoor. Slaap. Ja. Of ben je, een beetje gapen misschien? Ja, gebeurt soms. Ik blijf volhouden. Gelukkig kwam de gezonde maaltijd net op tijd voor nieuwe energie. Het idee voor de lesmarathon is ontstaan in de economieles van meester Ali. Het goede doel werd Cordate, een organisatie die mensen in nood helpt. Zo hebben we allemaal mensen benaderd, gebeld, gemaild. Ook mensen die we niet kenden, zodat we al deze lessen bij elkaar kregen. Ik hoop natuurlijk dat er heel veel geld binnenstroomt, maar volgens mij komt dat wel goed. Ja, wel rond de 1000 ongeveer, zoiets. En als na de normale lessen alle andere leerlingen naar huis zijn, wordt het zwaarder. Dag wordt nacht. Gaat goed. We hebben wel echt moe, maar ja. En dan beginnen de uren op school te tellen. Je bent compleet wakker na 2 espressos achterover. En na de moeilijke momenten in de nacht, wordt het gelukkig ook weer ochtend. En dan zitten de 24 uur op school erop. Tijd voor applaus. En een lekker warm bed waarschijnlijk.